Ik zie Jiel zo die microfoon open doen en zo... Test, test, test. En ik zie zo, klats, die camera aangehaald. Nee. Ik zie Jiel zo, oh nee. en zo die microfoon weer dicht, gewoon dwars. Vier collega's, het zijn beste maten. Tenminste, dat is maar net aan wie je het vraagt. Draaien aan een rad en stoppen niet met praten. Dit is een rondje op de zaak. Hoe kunnen we nou elke week lachend beginnen? We zitten zeg maar eens vet chagrijnig te overleggen. En dan gaat het liedje aan en in één keer gaat er een knop om bij Jiel. Ja, het begint wel echt bij Jiel, ja. Ik vind het zo'n leuk liedje. Oh, je vindt het een leuk liedje? Ja, ik vind het echt... We hebben er ook een choreo op. Ik weet niet of je ooit al een keer meegekeken op YouTube bijvoorbeeld of via Kijk. Maar ja, we hebben echt een choreo erop. Ja, het wordt ook steeds iets uitgebreider en steeds iets beter. En het mooiste is dat Dylan in het begin eigenlijk helemaal niet mee wilde doen. Maar nu het meest actief is in de choreo. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt, maar omdat ik hem nu onder de knie heb. De eerste keren dat we hier zaten. Toen zeiden jullie, ja, misschien moeten we wel een beetje bewegen. Dan ziet het er zo statisch uit. Ja, we hadden geen budget voor animatie thuis. Nee. Klopt. Intussen wel, of niet? Nee. Oh, nee, niet. Nee. Ik heb nog nooit gekeken, maar... Nou. Oh, jij luistert altijd natuurlijk. Sorry, maar ik luister niet naar onze eigen podcast. Oh, waarom? Ja, naar mijn eigen podcast zitten luisteren. Wat zit jij nou laatst een story aan te delen dat je eigen podcast aan het luisteren was? Jij hebt een keer onze podcast geluisterd. Ik heb wel een keer onze podcast geluisterd. Gewoon een keertje na 13 afleveringen dat ik dacht... ik zet eens eentje op in de auto, kijken hoe het klinkt. En of het een beetje doorheen komen is. Hoe zou het... doe ik met onze show ook wel eens. Daarna nooit meer aangezet. Nee, maar dat doe ik... Excuus, dat doe ik met onze show ook wel eens. Ga ik gewoon in de auto zitten, ga ik gewoon helemaal luisteren. Inclusief alle platen en de reclame en weet ik wat allemaal. Gewoon even het gevoel, hoe horen mensen dit? Maar mensen willen nu weten waarom je het niet doet. Zeg maar, waarom doe je het niet? Waarom luister je niet? Ja, ik was er toch bij? Oh. Ja, okay. ik heb toch alles al... Het voelt wel een beetje egoïstisch om je eigen podcast te luisteren. Ja, dat vind ik wel. Ik maak het niet voor mezelf. Kijk, ik luister wel eens gewoon uit een... professioneel aspect. Wat zit erin? Wat is er misschien uitgeknipt? Dat soort dingen. Wat kan er verbeterd worden? Ja. Maar ik ga niet mijn eigen podcast zitten consumeren. Dat vind ik een hele gekke gedachte. Tenminste, ja, ik wilde nu de vergelijking trekken met een bakker. Ik wou zeggen, een bakker eet toch niet zijn eigen brood? Maar ik denk dat een bakker wel zijn eigen brood eet. Dus eigenlijk... Ik ga komende donderdag weer luisteren. Nou, lekker. Ja. Welkom bij Rondje op de Zaken, nieuwe aflevering. We hebben een rat in ons midden. Daar staan onderwerpen op ingestuurd door de luisteraars van deze podcast. Dat kun je doen door een berichtje achter te laten op Instagram. Daar heten we Rondje op de Zaak. Dingen die er nog op staan. Ik zie de sauna, koffie, sparen, radio, chips, Noorderlicht. Iets van je nodig. Huis kopen. Sommigen die... Die gaan al maanden mee. Op een of andere manier komt hij daar niet op. Nou ja, iets van je nodig, dat is denk ik sinds week 2. Hij is ook een beetje uitgevaagd. Dat stond er al op voor, dat heeft de drukker denk ik gewoon gedaan. Ja. Maar hij gaat er niet af. Maar... We moeten de drukker nog betalen. Dat is iets wat hij van ons nodig heeft. Oh, ja, precies. Leuk. Nou, zullen we? Zeker, draaien. Chips. Ja, of chips misschien. Chips. Nee, ik weet niet. Ja, maar bij chips denk ik aan chips is met een vis en chips. Nee, maar ik bedoel meer als in deze week ook heel veel nieuws rondom China. Oh, ja. Amerika heft extra op auto's en Chinese chips. Ja. Ja, ik weet niet wat erin gestuurd is natuurlijk. En dan gaan we nu... Voor een hele lange aflevering als we over chips moeten gaan praten. Ik zag laatst bij Snackspair dat chips is het dan. Chips. Geen twijfel over mogelijk. Dat ASML... Nee. Ik zag laatst bij de Snackspair dat chips... dat chips de receptuur is aangepast... Wat staat hier nou voor zin? Maakt niet uit. Vindt het zelf ook erg jammer. Lijkt me een goed onderwerp voor de podcast. Snackspair is ook een collega van jullie, toch? Van Meerte. Nou ja, Snackspair is geen collega meer van ons. Was hij. Hij was de webmaster van de middagshow. Ja, klopt. Alleen die is nu fulltime Snackspair. Ja. Wat mijn droom is. Ja? Ja, natuurlijk is dat mijn droom. Gewoon een beetje vreten en daar betaald voor krijgen. Ja, moet je je voorstellen dat je gewoon de hele dag lekker overal een beetje kan snacken en kan doen. Ik geloof niet dat hij het allemaal opeet, hoor. Hij probeert wel echt vier, vijf dingen op een dag en dan doet hij het deels opeten. Ja, volgens mij 2 dagen per week of zo, zei hij. Want dat zei hij in zijn story. Daar geloof ik echt geen reet van, overigens. Maar, Nee, maar hij zette in zijn story, beantwoordde hij een vraag van iemand van hoe doe je dat nou, een beetje in balans blijven. Maar dat hij dat dan 2 dagen de week is zijn snackdagen en de andere dagen niet. Nee, hij zei dat hij er 2 dagen per week sport en de rest snackt.
Ja, twee keer sporten, twee keer snacken. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, gewoon netjes. Goed in balans. Ja. Goed in balans. Ja. Maar de vraag is, vinden jullie de chips ook goor geworden? Eigenlijk? Ja. Nee. Oh. Vind je? Ja, man. Ik ben het ook wel met jou eens. Ja, echt. Chips is niet meer hetzelfde. Sterker nog, ik open niet meer. Ik koop geen chips meer. Nou, maar dat is dan heel goed. Ik ben... laat maar lekker chippie genieten. Ja, maar ik vind gewoon... Dat vind ik zo overdreven. Nee. Maar ik ben sowieso wel echt een zoutfreak. Ik eet bij alles zout. Echt. Op alles gaat zout. Die is een beetje ook... voordat ik het heb geproefd, überhaupt. Zou je dit nog één keer willen doen, alsjeblieft? Dan gaan we daar een gifje van maken. Dat wordt altijd een leuk gifje. Rijtje wespen nadoen ook van de vorige week. Wat een is het nou? Nou goed, ik vind zout dus heel lekker. Ja. Toen zei iemand dat tegen mij. Van joh, ze hebben, want mijn lievelingschips zijn dan de pombeers. De zouten beertjes. De zouten beertjes, die moeten zout zijn. Nou, ik had ze gisteravond. Het is echt alsof je een droge meel eet. Ja, maar hier ga je dus. Wat? Iemand heeft tegen je gezegd, het is minder zout. En nu proef je minder zout. Ja, dit is wel echt placebo. Dit is wel echt placebo. Nee. Er is geen hond op deze aarde die proeft dat er minder zout in zit. Wat een onzin. Dit moet ik wel eerlijk toegeven. Het heeft inderdaad twee weken geleden iemand tegen mij gezegd dat het zo is. Ja, en toen ben ik erop gaan letten. En nu vind ik het vies. Nou, ondanks dat dat ook effect zal bijdragen aan het feit dat je het iets minder lekker vindt. Merk ik wel echt verschil. Want die Dorito-chippies en zo allemaal. En die homekaas en dergelijke. Ik vind ze wel oprecht minder lekker. En ik vind gewoon met chips... Kijk, we weten dat het ongezond is. We eten dat zo af en toe, omdat we er zin in hebben. Dan weten we dat we niet per se gezond aan het doen zijn. Want dan eten we wel een appel of wat dan ook. Maar je hebt gewoon zin in ongezond af en toe. Laat dat dan datgene nog gewoon even ongezond zijn. In plaats van dat je dat dan dat zout uit gaat halen. Ik heb niet per se zin in ongezond. Ik heb gewoon zin in lekker. En alles wat gezond is, is niet lekker. Ik wil gewoon chips. Ja, ik wil gewoon chips. Chips, ja, maar, chips, lekker chips. Maar chips is toch nog steeds lekker. Ja, maar wat bedoel je ook? Je zegt, ik koop het niet meer. Gisteravond heb je nog die chips. Is het daar voor gelul? Nou ja, kan ik toegeven hoe dat is gegaan. Want normaal hou ik bij de Appie of bij de Jumbo. Weet je, bij de grote supermarkt. Nou, bij de Jumbo mag je niet meer naar binnen. Oh, nee. Bij de Appie. Maar nu was ik even een keer weer bij de Lidl. Of bij de Aldi, ik weet niet meer welke het was. Maar het was in ieder geval Lidl of Aldi. En daar reed ik langs. En toen zag ik die pombeerschippies daar liggen. Maar met het oude logo nog. En toen dacht ik, daar zit mijn zout nog in. Ja, nee, die pombeers zijn ook minder lekker geworden. Het is echt zo. Het is echt 100.000%. Maar goed. Maar is dit overheid gereguleerd? Of wat? Ja, er mag echt niet meer. Minder de natrium en minder zout en zo natuurlijk. Dat is wat er gebeurt. Ja. Ja, kijk, ergens is misschien dan... ook wel goed of zo. Ja, weet niet. Ja, te veel zout is ook prima. Niet goed voor nee, je. Nee, ja. Absoluut niet zelfs, maar... Zout is heel slecht. Ja, haal het lekker uit. Maar jij weet het, Jordi. Zeg maar, ik heb mij door mijn trainer wel eens wijs laten maken dat we als mensen te weinig zout eten. Zeg maar, er gaat heel veel verhaal dat overal te veel zout in zit, dat je aan het eind van de dag echt zwaar over je zouttak zit. Mm-hmm. Maar die gozer die zit gewoon bij zijn lunch gewoon een lepel zout te kanen, omdat hij te weinig zout eet. Ja. Van dat rare soort kristal, ik weet niet, van dat dure zout. Het schijnt zo te zijn. Ik heb het toevallig... gisteren zat ik daar nog naar te zoeken. Ik was een 0.0'tje aan het drinken. En toen zei een vriend van mij... 0.0'tje schijnt heel goed te zijn voor na het sporten. Want er zit veel natrium in. Nou, natrium en zout, het zit een beetje... Natrium is ook na het sporten, dus dat is, daarom is dat dan zo... Maar toen was ik dat aan het googlen en toen stond er online... in principe haal je als mens voldoende zout uit als jij normaal eet, zeg maar. En het is volgens mij inderdaad zo dat er gewoon heel veel zout in heel veel producten zit... wat niet eens per se zo nodig is. Ik weet natuurlijk niet wat zijn schema is. Hè. Als hij blijkbaar aan het droogtrainen is en hij krijgt dat te weinig binnen... dan kan ik me voorstellen dat hij dat op die manier extra inneemt, maar... Je moet eens een keertje... Het voedingscentrum heeft een app... De Kies ik Gezond app. Mm-hmm. Antwoord is nee, gewoon de hele tijd. Die moet je eens gewoon langs alle producten die je hebt thuis leggen. Dan word je helemaal knettergek. En waarom? Omdat ze de hele tijd zeggen... dit is in de basis best wel goed. Zit veel zout in. De hele tijd. Ja, echt? Maar alles boven de 0,9 gram zout, zegt het voedingscentrum... te veel zout, niet nodig. Maar weten jullie hoe Nutri-scores werken? Want Nutri-scores, dat is zit binnen de categorie... of binnen de productgroep. Zoals jij pizza's hebt... en je hebt een pizza met een bloemkoolbodem... en beleg met spinazie... heeft die Nutri-score A. Maar als je gewoon, weet ik veel... even een ander voorbeeld.
Als jij gewoon een noten, pizza met noten, dubbele pepperoni. Als jij noten hebt, gewoon iets met noten en er zijn een beetje vettige noten, dan heb je opeens Nutri-Score C. Terwijl, ja, in de basis zijn die noten natuurlijk veel gezonder dan die pizza. Het is ervoor bedoeld dat je dan voor pizzaschap staat en dat je inderdaad eerder voor die pizza kiest met A dan pizza met D, zeg maar. Ja. Maar volgens mij de helft van de mensen in de supermarkt, die heeft geen idee hoe dit werkt. Want die ziet een aatje bij de pizza staan en die vergelijkt dat aatje met de pizza met een C'tje van de kwark in de koelkast. Ja, want cola zero is ook A. Ja, dat is ook niet zo gek. Maar als je dus niet weet hoe het werkt, dan denk je, hé. Ja, je kan beter eigenlijk een liter cola opdrinken dan een beetje kwark. Een beetje gezoete kwark. Ja. Dat is meteen dan... We hebben thuis op een gegeven moment een sport van gemaakt om dingen in huis te halen met een hoge Nutri-score. Maar hele ongezonde dingen, maar dan wel met een hoge Nutri-score. Zodat we dan thuis konden zeggen, ja, maar wel Nutri-score erbij. Ja. Gewoon een pak koek. En dan gewoon een heel pak koek opvleten en zeggen, ja, was wel Nutri-score erbij. Valt wel mee. Maar over de chips, halen jullie dat veel in huis? Is dat echt iets wat je... Ik heb niet meer. Nou, ik altijd wel veel. Ik zit nu weer even, ben ik weer gezond aan het doen, dus nu op het moment niet. Maar wat ik trouwens fantastisch vind... Ja, kut, kom ik niet op die merk. Nou, maar is gewoon even een tipje. Je hebt zo'n zak chips en die heb je een truffelsmaak. Die valt niet in iedere supermarkt te verkrijgen. Daar heeft Snacksper volgens mij ook een keer een review over. Met een zwarte onderkant en dan een grijze foto, geprinte foto. Ja, onder. Dat zou best wel kunnen. Wat chique. Volgens mij kost één zo'n zak ook 5-6 euro. Of zo. Je hebt in Frankrijk / België heb je een merk. Die hebben gewoon een hele wand in de supermarkt met allemaal smaken. En daar had ik een keer blauwe kaas met ham. Ja, met een soort pancetta-achtige, weet ik veel. Gewoon iets hammigs. Ja, en dat was zo lekker dat ik daar toen in België heb ik daar 6 zakken van meegenomen. En ik heb één keer, kon niet slapen, dacht ik ineens zo, ik heb die zak nog ergens. Die zak die lag nog ergens. En toen heb ik gewoon 's nachts zo'n hele zak op. Nou, toen voelde ik me de dag nou even heel overigens terug naar die smaak met dat zout. Want er gaat een manier zijn waarop jullie gelijk van mening gaan veranderen. Gaan we eens over de grens toe. Ga maar eens in Duitsland of waar al die zoutregels nog niet gelden. Ga daar maar chips kopen. Dan denk je in één keer, wat een smaakexplosie is dit. Ik ga gewoon voortaan chips halen in Duitsland. Ja, volgens mij is het Duitsland nog niet. Maar bombeers. Het zou wel zeg maar eindelijk de smaak naturel, zeg maar echt recht doen. Want ja, nu smaakt het dan waarschijnlijk echt naturel. Ja, het is echt droogpap. Vroeger was gewoon smaak zout, toch? Dat was gewoon de smaak. Ja. Ja. Nou. Oké, zullen we draaien? Ja. Radio. Nou, wel leuk, kunnen we hier onze gezouten mening over geven? Zal ik die er even bij? Oh, die staat in onze groep. Ja, ik ben hem even aan het zoeken. Kun jij dat wel doen? Sorry. Ik heb hem. Berichtje is van Melvin. Goedendag, dames en heren. Mijn vraag is, wat doen jullie na jullie programma? Gaan jullie dan naar huis of gaan jullie dan alvast het draaiboek maken voor de andere dag? Ben ik erg nieuwsgierig naar. Met vriendelijke groet, Melvin. Wordt dit de eerste keer dat wij inhoudelijk over radio gaan praten in deze podcast? Dat denk ik wel, ja. 19 alweer dit. Ja, wel leuk. Ja, wel leuk. Ja, wel leuk een keer. Zeg maar, we dat in het begin praten over mede, iets waar toch? We echt iets van weten. Dat is ook een keer lekker. Maar we zitten al maar ergens chips, zout en natrium. De overheid gereguleerd. Moet je ze Duitsland gaan? Ik wil lekker truffel en parmaham en prosciutto. En de bovenkant foto aan de onderkant. En de bovenkant zijn blik. 5-6 euro per zak of zo. Nou, even per persoon doen. We beginnen bij Julia. Sorry, wat was de vraag ook weer? Wat je doet na je radioshow, ga je naar huis of bereid je vast het draaiboek van morgen voor? Nee, ja, ik doe wel altijd... Ik ben dan in de ochtenden, in de weekendochtenden, op zaterdag en zondag... begin ik om 7 uur en ben ik om 9 uur klaar. En dan heb ik altijd even om 9 uur, even een momentje. Eventjes, moet ik even naar buiten, weet je wel. 2 uur in de studio gezeten, even 2 uur werken. Zwaar. En dat op al die dagen in de week. Dat gaan we niet doen. Dus dan ga ik even een koffietje halen buiten. Ga ik een koffietje halen binnen en loop ik even buiten, een rondje. Dan luister ik nog wel eens wat terug. Yeah. Gewoon waarvan ik dacht, oh, dit was goed. Maar juist waarvan ik dacht, oh, dit was slecht. Oh, wat of, goeie. Oh, dit was minder. Luister ik dat even terug. Dan ga ik naar boven. Daar staat onze edit. En onze editruimte ga ik alvast een beetje alle liedjes aan elkaar mixen voor de volgende dag.
En dan ga ik inderdaad wel een programma voorbereiden al. Ik vind het altijd lekker om meteen na mijn radioprogramma te doen, ja. Dus ga je hier op de redactie, ga je met de laptop zitten, ga je vast als het ware het draaiboek voor morgen klaarmaken. Ja, en meestal kom ik jou nog tegen, want jij bent hier altijd om 11 om jouw programma voor te bereiden. Ja, de laatste tijd begin ik iets eerder, 10:30. Dat is ook iets, omdat ik dus niet meer drink, ben ik ook niet meer brak 's ochtends. Dus dan zit ik hier lekker om 10:30. Ja. En dan zit ik even lekker programma voor te bereiden. Maar dat is een beetje verschil natuurlijk ook, want daar komen we zo meteen op. Het verschil zit tussen onze programma's en ook natuurlijk nog Bas en Dylan. Want ja, jullie werken met gasten en met nieuwsbelletjes en dergelijke. Ja. En ik doe tussen 12:00 en 3:00 doe ik ook wel. Nou, ik denk dat ik vind het mooi als ik één nieuwsbelletje per show doe. Als er ook echt even iets speelt of iets luchtigs is. Dan wil ik dat altijd even uitzetten. En ik heb een paar spelletjes erin zitten. En prepjes en ineens muziekfeitjes. Daar helpt ook productie mee. Dus iemand die er dan bij zit, die heeft dat dan of al gedaan of die schuift er ook op dat tijdstip aan. En dan bereiden we dat voor. Maar na mijn show moet ik wel zeggen dat ik... Dan vind ik het wel lekker om het af te sluiten. Dus dan ga ik pas de volgende ochtend weer voor. Tenzij er echt iets speelt of ik heb iets of zo, dat. Maar nee. Ja, snap ik wel. Maar ja, ik begin natuurlijk om 7:00. Dus dan ga je niet... Ja, nee, elke niet tijd in de ochtend zitten. Is heilig. Dus je gaat niet dan zeg maar om 5:00 s'nachts op de redactie zitten. En jullie hebben natuurlijk een hele andere, Bas en Dylan, een hele andere soort show. Want wij maken de avondshow tussen 9:00 en 12:00. En dat is... Nou ja, dat is, we proberen daar een show van te maken. En het zit vol spelletjes. We hebben daar artiesten over de vloer. Ja. Of ook een nieuwsbelletje kan als het een beetje in de avond past. En het team is wat groter. Dus zeg maar, jullie moeten het helemaal zelf doen met een producer. En wij hebben 2 producers en zijn zelf ook nog met z'n 3. We hebben ook nog Eva van de Nieuws bij. Dus eigenlijk begint het bij ons 's ochtends al. Wij worden wakker en dan ga je al gewoon appen. We zitten gewoon de hele dag door. Zijn we, voordat we op werk zijn, zitten we al te appen. Vaak als ik wakker word, dan heeft Hardy van de productie... die heeft al 6 dingen gestuurd waar we mogelijk iets mee kunnen. Hoe laat willen we dit? Hoe laat willen we dat? En dat gaat de hele dag een beetje door tot we rond 4:30, 5:00 op werk komen. En dan gaan we daar echt de show kleien. Dus dan gaat Dylan, die gaat alle liedjes aan elkaar hangen. Ja. Die zorgt dat de overgangen goed klinken. En de 2 producers zijn een draaiboek aan het maken. En wij besteden tijd aan bijvoorbeeld, we doen onze eigen socials. Dus dan monteren we nog dingetjes. Fragmentjes en zo. Fragmentjes, ja, dat soort dingen. Kijk, daar is ook weer iemand voor die de beelden schakelt, die edit dat. Die zit hier ook. Jarno! Hey, ja, super. Ja, is hier ook. Dus die doet dat. Alleen wij doen nog wat extra content. Als we dingen maken met artiesten of dan ook, editen we die zelf. Dus daar zijn wij dan allemaal mee bezig voor de show. En om 9:00 gaan we zitten. En dan gaan we 3 uur knallen. Ja. Het is niet... Kijk, je kan niet zeggen dat het... dat het elke dag lijphard zwoegen is. Gisteren hadden we best wel een relax showtje. Het is eigenlijk nooit hard zwoegen. Nee, maar soms heb je wel... Kijk, vorige week hadden we echt een volle week met veel artiesten en zo. En dan is het echt wel wat meer aanpoten. Maar gisteren... Maar we werken wel 8:00 op een dag. Zeg maar, dat. Als in, ik ben er gewoon altijd om 3:30, 4:00. Maar ook al 's ochtends ben je wel de hele dag. Maar je bent wel alles aan. Je bent wel echt de hele week ben je gewoon voor de show aan het leven. Dat gevoel heb ik echt altijd. Ja, je wordt wel echt 's ochtends wakker. Zeg maar, ik word 's ochtends wakker en dan ga ik overeind zitten in bed. En dan alvast even Telegraafje lezen en AD en dat soort dingetjes. Kijken of daar dingen tussen zitten. Regionale kranten. Maar dat is niet echt werken. Zeg maar. Maar je bent wel de hele dag een beetje alert van wat komt er binnen op bij ANP ook. Want laten we nou eerlijk zijn, zeg maar, ondanks dat jullie het inderdaad wel... Want kijk, onze shows zijn wat meer music-driven en dat zit ook meer op tijdstippen... waarbij je iets minder circus en gelul wil en iets meer muziek. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon hele makkelijke baan met z'n allen. Ja. Nee, want als je het vergelijkt met de normaal werkende Nederlander... dan is het mogen we ons Bas wordt helemaal gek dat ik hier altijd over begin. De haven. Maar ik heb 5 jaar in de Rotterdamse haven. Heb jij 5 jaar in de haven? Dat heb ik gedaan. En zeg maar, daar heb ik wel zeg maar, echt geleerd... dat wij nooit meer mogen klagen over ons werk. Nee, maar ja... Maar het is ook wel... Ja, dus...
We zijn er wel 8 uur en we maken de tijd vol. Ja. Maar zeg maar, van die 8 uur zit er ook nog even een uurtje FIFA. Ja, dat en een koffietje en even ouwe hoeren. En een koffietje en even ouwe hoeren. En dan ga ik bij iemand die hard aan het werk is, de hele tijd zo van zijn werk afhouden. En ik moet ook wel zeggen, kijk, jullie gaan natuurlijk nog na de show doen jullie ook nog wel wat dingetjes. Bas en ik zitten echt om 2:40 in de auto. Zeg maar, ja, dit is ook wel echt. Show is voorbij. Ja, maar dat is logisch. We bespreken niks meer na. Dat komt de dag erna weer. Dat komt morgen wel. Ja, daar heb je ook dat is ook normaal, voor, want anders word je gek. Ja, maar er zijn wel heel veel programma's bij de Nederlandse radio die ook echt eventjes evalueren na de show van, joh, wat zat erin? Ja, maar jullie doen dat ook, maar jullie doen het de dag erna. Maar wij als we onze jas pakken en zeggen we, nou, het was goed, dit was kut, oké, en morgen gaan we door. Vaak was het goed, hoor. Ja, nee, vaak was het goed. Ja, nee, maar het is wat je zegt, zeg maar. Je kan, het is in bepaalde mate, vergt het wel een soort... Je moet de hele tijd creatief zijn. Dus dat is wel iets wat je moet kunnen. Je moet de hele tijd dat kunnen leveren. Dus dat is wel iets wat het soort van uitdagend maakt. Maar het is niet hard werk. Ik heb ook in een restaurant gewerkt. Ja, dat is gewoon pokkenhard werken. Dat is gewoon echt horeca. Horeca is echt hard werk wat er is. Hard. Ja, en dat is het voordeel van de hele dag hier wel zijn. Is dat je met elkaar de hele tijd een beetje... ideeën opgooit. Maar dat is als het punt. Dus, als je thuis, kijk, je kan ook thuis een show voorbereiden, maar dan spreek je elkaar en eigenlijk vaak de dingen die we verzinnen die leuk zijn, dat komt gewoon voort uit een grapje wat we maken op basis van iets dat we zeggen, oh, nou, dat is trouwens oprecht best wel leuk. En als je dat contact niet hebt met elkaar, je zit gewoon over de app, dan gebeuren dat soort dingen ook niet. Dus ook wel echt belangrijk als je dus een show maakt die wij maken, dat je er de hele dag een beetje bent. Ja. Als je thuis gaat zitten, ja, dan komen die ideeën helemaal niet. Ja, en ik luister veel van die podcast met cabaretiers bijvoorbeeld. En die hoor ik ook regelmatig zeggen dat creativiteit altijd in een vorm van verveling zit. En ik merk, als ik er nog projecten naast doe... Ik heb wel eens in zo'n podcastproject gezeten... waar je gewoon echt ook nog 5 dagen in de week uren aan besteedt... dan ligt je focus op andere dingen. Ja, en precies. Dan is het heel moeilijk om nog creatieve dingen te verzinnen voor een show. Ja. Dan komt er een gast vanavond. En als wij 2 uur van tevoren eigenlijk zeggen... nou, de show staat wel, het is eigenlijk klaar. En je komt dan in die soort van verveling modus terecht. Daar komen ineens ideeën. Dat heb ik echt, want... als ik andere dingen aan het doen ben, dan komen ze niet. Dus ik denk dat je dat ook nodig hebt om voor je show gewoon lekker een beetje rustig aan te doen. Want ja, dan ga je misschien dingen verzinnen die je anders niet zou verzinnen. En is altijd alles voorbereid in een radioshow? Dit kan ook wel een vraag die misschien wel snel opkomt. Nou, we weten wel altijd wat we gaan doen. En deels hoe we het gaan doen. We weten vaak wel wat we gaan doen en waar we heen willen. Alleen wij schrijven onze grappen niet. Nee, precies. Zijn ook wel echt, ik kan ook wel radioduo's noemen. Die, nou, wees je naam, rugnummer. Die hun grappen van tevoren echt van A tot Z bedacht. Stom. Ja, maar dat, kijk, je wil gewoon echte mensen. Dat kan. Maar ja, dat doen ze bij de roast bijvoorbeeld ook. Daar worden ook alles grappig uit. Dus als je alleen levert, je wil op de radio... Wil je authenticiteit. Toch, ja, je wil toch gewoon mensen horen. Eens. Je wil daar types horen zitten die gewoon een soort van... Ik denk als je naar onze show luistert, dan moet het zo zijn dat jij in je auto zit en dat je je onderdeel voelt van de vriendengroep. En als jij met je vrienden uit eten gaat... Als jij met je vrienden uit eten gaat en zij hebben hun script al bedacht, dan denk ik dat het een heel ongezellig etentje wordt. Daar kom jij niet tussen. Dat is natuurlijk ook geen verschil met wat wij in het weekend doen, ondanks dat wij in ons eentje hoorbaar zijn. Daar moet wel een mens zitten. Kijk, ik bedoel, muziekfeitjes en prepjes die tussendoor af en toe staan om de vaart erin te houden. Die staan wel uitgeschreven, maar die lees ik niet per se zo voor zoals het daar staat. Nee. En ik doe wel, als ik doe spelletjes en items en dergelijke. Die doe ik wel uit de losse pols. Want ik heb ze zo vaak gedaan. Ja, de quizvragen zet je op papier, maar... Ja, ik heb 's nachts gezeten. Tussen 12 en 2. En later nog even tussen 12 en 3. Nou, daar kwam ik dus echt gewoon om... Ik ging al 's middags even naar de zaak. Ging ik even inderdaad alle liedjes aan elkaar zetten. Weet ik wat allemaal. En jingletjes ertussen en dat soort dingen. Maar ik kwam gewoon om 11:45 binnen. En ik ging zitten. En ik dacht, ik zie wel wat de nacht me brengt. Is ook een hele leuke manier. Ja, vond ik zelf heel leuk. Maar ja, wij kunnen nu niet gaan zitten en we kijken wel wat er komt. Maar 's nachts kan dat dan wel weer. Want je richt heel weinig schade aan met wat je doet. Want er luisteren niet zo heel veel mensen. En je bent met de luisteraar. Ja, je bent heel veel met luisteraars en dat soort dingen. En dat is wat je 's nachts wil horen. En het is ook een hele goede... mensen alleen op de beveiliging, weet je wel. Alleen in de nachtdienst, in de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die een Europese rit moeten rijden. Ja, dat
dat je wil gewoon gezelschap. Maar het is ook echt goed om dat te oefenen. Want als jij in basis, als je niks hebt, toch een goede show kan neerzetten. Dus dat je gewoon shit uit jezelf kan halen, shit uit luisteraars kan halen, goede gesprekken kan hebben, dan kan je het al helemaal als het wel voorbereid is. Ja, precies. Want, dus ik denk dat je die basis sowieso nodig hebt. Ja, en dat is ook ervaring en oefenen en zo, hoor. Want ik merk ook in het begin vond ik dat nog super spannend en eng om af te wijken van wat ik had staan. Weet je wel, dat ik bijna geen woord durfde af te wijken. En nu kijk ik al niet eens meer naar wat er staat. Weet maar je wel? Het is mooi, want je kan het wel meteen horen. Weet je wel, zeker in shows, nou ja, wij noemen dat prep shows of gewoon de hitradio shows waar je solo zit. Daar kun je best wel makkelijk, tenminste, ik denk wij als makers, makkelijk horen of iemand dingen voorleest of dat iemand het vertelt. En je kan altijd zo goed horen of iemand ineens zo van zijn papier afgaat en dan wordt het ineens echt leuk, snap je? Maar om dan ook even te relativeren, want ik dacht vroeger ook, toen ik bij de lokale omroep zat, later als ik groot ben bij de professionele radio en daar gaat alles 100% super. En maar uiteindelijk doen we ook allemaal maar wat. Alleen met iets meer ervaring misschien, we doen het iets langer. Maar ik ben er ook heel vaak achter gekomen. Ik dacht, god, nou, er is ook soms niet eens heel veel verschillende lokale omroep. Ik denk dat zeg maar het niveau van kut, dat gaat gewoon iets omhoog. Zeg maar, gewoon vroeger, als je dan net begint of je zit bij de lokale omroep, dan is zeg maar een kutshow is gewoon een show. Dat is echt een anderhalf, weet je wel. En nu, als je dan een kutshow maakt, dan kun je met je ervaring kun je het nog wel tot een 6,5, 7 opkrikken, zeg maar. Dat, toch? Dat is dan denk ik wat je nog kan. Ja. Maar want ja, klopt. Het is ook zo vaak gewoon maar wat doen. Ik heb één keer gehad, dat vond ik zo grappig. Ik heb het gevoel dat ik het verhaal hier al verteld heb, maar dan moet je me even onderbreken. Dat een award... Ja, stop maar. Mogen wij dit altijd doen als jij een verhaal vertelt? Het is zo makkelijk. Sorry, ga maar lachen. Nee, we hadden een awardshow bij Slam. En Martijn Lagrouw, die nu collega is hier ook bij 538. Ik presenteerde een awardshow gewoon in de radiostudio. En tegenover mij twee sidekicks. En Martijn die was de meester die de prijzen ging uitreiken. Dus Martin Garrix in de studio. Boos van de Beats. En gewoon allemaal artiesten die een prijs zouden krijgen. En hij pakte een award vast. Die we hadden ook allemaal laten maken. Van plexiglas. Helemaal super deluxe. En zag er helemaal fantastisch uit. Nou, van plexiglas. Ja, bij jou wel gewoon speciaal voor ons gemaakt. Het is best wel duur om zo'n ding te maken. Dus hij had dat in zijn handen. En echt 10 seconden voordat mijn plaat ophoudt en ik dus die show in moet om dat te gaan beginnen, breekt gewoon die award bij hem in 2 stukken in zijn handen. En ik zie gelijk bij hem een soort van zunne rode kop. Helemaal in paniek. What the fuck? Jongens, heeft er iemand lijm? Heeft er iemand lijm? Dus, en toen zei iemand, heel streng, iemand achter de scherm, zei, oké, Jordi, wat je ook doet, niet over beginnen. Gewoon serieus blijven. Ga gewoon die awardshow in. Dat was de eerste keer dat we deden. Gewoon serieus blijven. Dus ik kijk op rechts. Ik zie Martijn Lagrouw in een soort van paniek met die awardshow staan. Ik zie mensen heen en weer rennen om plexiglas te zoeken. Ik zie artiesten achter op een bank een soort van verward kijken. Zo van, wat is er aan de hand? En ik kijk een keer rechtdoor. Ik zeg, Slam. En ik barst echt in tranen uit. Ik barst in tranen op die radio uit. Van het lachen mag ik hopen. Van het lachen, ja. Oh, ja, ja, ja. Gewoon. Maar dit is toch wat je altijd moet doen. Je moet het gewoon benoemen. Ja, ja, maar ze waren zo gegeneerd over het feit dat, nou, Slam doet een keer een awardshow voor de eerste keer, weet je wel. Het gaat gelijk mis. Dat is kut, ja. Maar echt in tranen met tuiten, janken van het lachen, die talk ingegaan. Maar ja, dat is dus niveautje, dan denk je, ja, dan zit je bij de professionele radio en dan gaan dit soort dingen dus ook gewoon nog mis. Zo grappig. Ja, ik heb wel eens, maar dat is in een ander licht. In de nacht hadden we het al over, dan spreek je veel luisteraars. Ik heb daar wel eens gehad dat er iemand inbelde. Of iemand had een appje gestuurd, geloof ik. En dat had iets met drugs te maken. En toen dacht ik, wel interessant, even bellen. En toen ging die gozer mij, dit was in opname, dus niet op zender, ging mij vertellen hoe hij onderweg was naar Schiphol en dat hij drugs ging smokkelen naar het buitenland via het vliegtuig. En ik dacht, hij was er heel open over. En het klonk allemaal zeg maar best wel legit. Gewoon. Het was wel een echt verhaal, dacht ik. Dus ik kon hem alles vragen en hij had echt alle details. En ik dacht de hele tijd, waarom zou je hier over met de radio bellen? Dat is toch stom? Ja, wel interessant verhaal. Dus opname was klaar. Ik druk op stop. Ik zie zo mijn teller aflopen. Nog 20 seconden tot het eind van die plaat. En toen had ik 20 seconden om te bedenken, ga ik dit uitzenden of niet? Dus ik dacht, ja, dat was wel echt een goed verhaal. Dus ik zend dat uit. Begint te lopen. En ik krijg zo'n appje in mijn scherm. Waag het om het uit te zenden. Maar het liep al. Het was al begonnen. Nee.
Wat erg. Dus ja, kon niet meer stoppen, want die opname liep al. Ja, kan je wel stoppen, maar dan heeft iedereen door dat het een opname was. Dus ik liet het maar lopen. Ja, toen heb ik echt 4 maanden over mijn schouder gekeken toen ik het pand inliep, omdat ik dacht, what the fuck? Ze waren, oh, wat erg. Ja, wat verwacht je dan als je naar de radio belt? Ja. Maar ik zat, ja, dat dacht ik ook, maar ik zat hier 3 weken of zo, dus ik was ook nog helemaal zenuwachtig en ja, best wel fucked up. Maar dit nooit meer wat gehoord van hem? Nooit meer wat gehoord. Wow, ziek. Is waarschijnlijk opgepakt. Ja, ja. Oh, joh. Ik zit even te graven. Ik heb niet echt een blunder of zo. Ja, ik heb het nog wel genoeg ook nog. Ik heb niet echt hele... Ja, ik weet wel. Ik zat hier met 2e week, denk ik. En ik werkte hier achter de schermen. Dus het was eigenlijk al best wel gek. Want je komt niet zo heel snel van achter de schermen. Als je zeg maar echt als doel... Als je als doel je zit om te produceren dan of te regisseren... dan kom je niet zo snel op de radio. Dan ben je eigenlijk een beetje een no-go. Maar goed, het was gelukt. Ik kreeg een programma. En toen ging ik 's nachts zitten. Toen dacht ik, ja, 's nachts mag alles. En toen heb ik... Zeeslag gespeeld. Zeeslag ging spelen. Ik had gewoon zo C4 op een blad geschreven. En luisteraars mochten inbellen. En die mochten inzetten van A1 tot E5. En nou, dus luisteraars belden in. En zeiden dan B3. En denk ik gewoon zo, kanonschot, plons. Oké, door. Hallo, met wie het volgende? Gewoon A2, kanonschot, plons. Dat heeft... heb jij 52 minuten gedaan. Nou, dat heeft 8,5 minuut geduurd. Dat is voor radio lang. Dat is voor radio heel lang. Maar moet je je voorstellen dat je de radio aanzet... en dat je 8,5 minuut alleen maar mensen hoort die je niet kent... die je gewoon E4. En dan zo een DJ, komt-ie, klats, plons. Maar dat jij in je 2e week dat je hier zat of zo... Dit was echt, het casino ja. Of zo, toch? Dat nou, casino heb ik ook gespeeld, ja. Casino, Zeeslag. Ja. Maar Zeeslag heb ik één keer gespeeld. Want toen kwam de toenmalige assistent radio director... naar mij toe. Coco Hermans? Nee, dat was Chris Hartgers. Die zit nu bij 3FM. En die zei, boet, wat heb jij nou gedaan? Heb jij nou 8,5 minuut Zeeslag zitten spelen? Ben jij helemaal gek geworden? Maar, zeg maar, hij vond het wel leuk. Ja. Maar ik heb dat wel, zeg maar, de assets ervoor, het kanon en het muziekje en alles, staan nog wel in mijn map, trouwens, in het systeem. Dus we zouden dit een keer ook 's avonds kunnen spelen. Dat is misschien wel een keertje leuk. Ik heb ook nog één mooie, met Chris Deluxe, die tegenwoordig bij jullie ook op vrijdagavond plaatjes draait, 1,5 uur lang. Die was altijd bij mij de eerste donderdag van de maand bij Slep in de Middagshow. En ik had het idee gekregen om voor online een videootje te maken dat ik leerde draaien, maar vooral scratchen. Want Chris kan heel goed scratchen op de draaitafel. Wat is dat? Is dat Ja. Nou, onthoud dit geluidje dus even. Daarvoor had ik 1,5 uurtje van mijn middagshow had ik opgenomen. En tijdens dat 1,5 uurtje zouden we dan in de studio even dat contentvideootje opnemen. Oh, voelen we al aankomen. En er zat een of andere nieuwe instelling in die mengtafel. En heel technisch gezegd, je kan een mengtafel ook in een standje zetten... waardoor je een buiten de uitzending kan gebruiken. Mengtafel is de tafel waar alle knopjes zijn. Ja, alle knopjes. Dus die kan je gebruiken buiten de uitzending om, zodat niemand het hoort. En je hebt een kwartier lang zitten scratchen, dwars door al mijn radiotalks heen en op zender. Echt? En dat gewoon echt de baas gewoon stampvoetend schreeuwend naar binnen kwam rennen. Jordi, je bent op zender! Dus je hoorde op zender, hoorde je mij praten en dat Nee. Wanneer was dit? Echt gebeurd? Wanneer was dit? Dit is echt heel lang geleden. Maar op 538? Nee, op Slam was dit. Oh, ja, op Slam. Nee, joh. Ja. Oh, wat erg. Ja, dat was echt heel erg. Ja. Oh, ja, dat is wel echt mijn grootste nachtmerrie, hoor. Als je dus van tevoren een opname maakt en dat je dan toch stiekem door de uitzendingen. Ja, ik vertrouw ook, echt... ook mezelf niet, weet je wel? Nee, dat ik gewoon, zeker als ik dan een brak ben, dan denk ik. Hij staat niet in een dump. Hij staat niet in een dump. Hallo, test. Oh, dat is trouwens ook een keer fout gegaan. Ja? Toen Dylan ik zei... Ik was daarbij, volgens mij. Jullie zeg maar, zet haar hele tafel in opnemen, dacht ze. Dan ben je dus niet op de radio. Nee, ben je niet op de radio, maar dan kan je wel je mengtafel gebruiken. Ja. En ik zie Jules zo haar microfoon open doen... En als je praat en je bent op de radio, dan gaat de visual radio gaat aan. De camera gaat aan. Ja, dan kan je jezelf zien. Ja. En anders loopt daar gewoon zo'n kabelkrant, weet je wel. Ja, videoclips. Ja. Maar ik zie Jules zo die microfoon open doen en zo... Test. En ik zie zo, klats, die camera aangehaald. Nee. Ik zie Jules zo, oh nee. en zo die microfoon weer dicht. Gewoon dwars door banners. Someone to you. Zo lang. Test. En die app van 538, die ontplofte met, ja, test 2, we horen je hoor. Ja. We horen je. Je luid en duidelijk. Ja, ik heb hier nog beelden van. Misschien, echt? Ja, moet ik het even bij droppen. Super.
Ja, weet je wat ook nog, als je ooit overweegt om bij de radio te gaan werken. Kijk, bijna alles is live. Zeg maar, het meeste wordt gewoon live gedaan. Alleen soms, ja, nou ja, dan ga je dus een telefoongesprekje opnemen of wat dan ook. En wat je dan kan doen, daar kun je naartoe praten. Dus dat telefoongesprek begint, je knipt dat beginnetje eraf natuurlijk. En dan, dan kun je dat gesprek openen. Je moet alleen wel weten hoe dat gesprek begint. Ik heb in het begin zo vaak gehad. Ja. Dat dus de opname begint met... ja, goed hoor, hoe is het daar? En dat ik dan begin met, weet ik veel... hallo Erwin! En dat dan klik ik op start en dan ja, is het antwoord. Hoor. Ja, goed hoor, en daar. En dit soort shit, dat gebeurt dan ik de hele tijd. Ik heb een tijdje onze oud-collega Niek van der Brug geproduceerd. En die deed het altijd. Die nam altijd die telefoongesprekjes op. Ik kon niet lekker kort knippen. Maar die had dit ook best wel vaak. Maar... Niek was zo lijp dat hij daar dan op ging reageren. Maar ja. Hij zat zelf in die opname. Dus ik heb het met Niek meegemaakt dat hij zo... wat ben je aan het doen? En dan gewoon zo... Ja, goed, met jou. En dat Niek zo weer zijn microfoon open doet en zegt... Dat vroeg ik helemaal niet. Maar door zijn eigen vraag uit de opname heen... Ik had zo twee keer Niek hoorde. Gewoon. Dat was totaal klankzinnig. Ja, oh, love Niek. Maar dat vond ik... Ja, nog eentje. Dit is een technisch dingetje. Dit is tegenwoordig ook gefixt. Volgens mij onder andere door dat moment. Maar bij Slam hadden we op vrijdag de mixmarathon. En dan heb je een mix van een DJ. En dat is een uur lang. Maar die mixen die staan dan in onze computer. Die spelen we af dat uur lang. Dus gewoon een bestand van een uur. En die loopt gewoon af qua tijd. En dan weet je op bepaalde plekken, daar ga je praten. Maar ik wilde dat mixbestand was eigenlijk net iets te lang. Waardoor de reclame te laat zou uitkomen aan het eind van het uur. Dus ik haal zo in onze editor die we daarvoor hebben op de computer. Haal ik zo die mix daar wat van af. En ik druk op save. Klonk. Heel dat uur weg. Stil op zender. Zeg maar, dus dat hele bestand is niet meer waar het zou moeten staan. En het valt stil. Dus... Ik had nog 40 minuten van dat uur ook nog te gaan. Dus dan moet je dus op zoek gaan naar het moment waarop die mix stil viel. Dan moet je op zender gaan uitleggen waarom het stil viel. Nou, dat was echt de grootste nachtmerrie die ik ooit heb meegemaakt. Maar het zullen wel ook de mooiste momenten, toch? Ja, ja. Want als er dan echt iets gruwelijk misgaat en je moet het gaan redden zelf... En het mag ook wel eens misgaan. En luisteraar vindt het alleen maar leuk, toch? Zullen we het verhaal vertellen over de keer dat de studio van 538 te horen was op de webcam van Slam, of niet? Ja, daar zat ik over na te denken. Maar dan moet je namen gaan noemen, dat kan niet. Nee, maar gaan we geen namen noemen. Er is een keer een fout. Dat is heel lang geleden overigens. Dat is heel lang geleden. Deze mensen werken allemaal niet meer bij 538. En dat is heel lang geleden. Corrigeer me als ik het verhaal niet goed vertel, hoor. Maar er zat iemand in de 538-studio en Slam zat ook in hetzelfde pand als 538. En op een gegeven moment was een of andere update uitgevoerd en zat een foutje in. Waardoor, ondanks het feit dat alle schuiven dicht waren... Dus alle microfoons uit waren. Ja, alle microfoons waren uit in de 538-studio. Maar toch was de microfoon te horen op de video-livestream van Slam. Nee, dat komt omdat het geluid, de microfoon in de camera's in de studio... Dat was het, die stonden gerouteerd naar de videostream van Slam, inderdaad. Ja. Dus er zat iemand in de studio en die heeft geen... Het ging over... het likken van ijsjes als meisjes, toch? Dat was een beetje de strekking van het verhaal. Ik kan me zoiets herinneren, maar dat is in ieder geval de roddel. Dat is de roddel. Dit fragment is ook weg. Ja, dit is ook ver voor onze tijd namelijk. Dit is echt zeros of tens. Echt. En dat gewoon dwars over... Ja, Maar dat is nog je grootste nachtmerrie. Roddelen jullie wel eens in de radiostudio met de microfoon? Ja, iedereen. Als je gewoon een off-air opname van onze studio hebt van de afgelopen... Nou, ik werk hier 5 jaar. Ik denk dat ik nooit meer ergens aan de bak kom. En ik denk dat ik geliquideerd word. Dat denk ik echt. Nou... Dit gebeurt er dus als je ons over radio laat praten. Ja. Dan zijn we opeens een half uur verder. Hoe lang hebben we zitten lullen al? 38 minuten. Nou, zullen we afronden dan? Nooit meer over radio, jongens. Twee onderwerpen. Nou, dank voor het insturen van de berichten. Doe dat vooral. Stuur even een berichtje op Insta naar Rondje op de Zaak. Pakt hij nou de camera? Ja, ik dacht... We zitten natuurlijk, er wordt ook met beeld opgenomen. Ik zie je op een gegeven moment zo'n rood lampje aangaan naar mij. En Bas zit zo lekker te wijzen. Rondje op de zaak. Ja, op Instagram, daar kun je een berichtje insturen. Doe dat vooral met een spraakmemo, dat vinden we lachen. En doei. Doei, tot volgende week. Zin in. Dit was een rondje op de zaak.